Hugo Botermans, welkom bij Excelsior Rotterdam. Hoe is het om zo laat nog aan te sluiten bij de groep? Ja, het is top dat ik nu weer een club heb en dat ik me hier mag laten zien. Want hoe ben je in contact gekomen met Excelsior? Op de deadline day heeft eigenlijk mijn zaakwaarnemer me gebeld en die zei Excelsior heeft interesse en die wil dat je tekent. Dus ja, zo eigenlijk. Daar hoefde je niet heel lang over na te denken. Nee, ik zei wel gelijk tegen hem van ja, dit wil ik wel doen en die kan ze ook wel grijpen. Je hebt natuurlijk in het verleden ook tegen Excelsior gespeeld. Wat is jouw indruk van de club voordat je hier naartoe kwam? Grote club, altijd lastig om tegen te spelen, goed voetballend en dat eigenlijk. Want je hebt je opleiding genoten bij ADO Den Haag. Hoe ben je daar terecht gekomen? Eerst ben ik begonnen met voetballen bij FC Zoetermeer. Dat is gewoon een clubje bij mij in de buurt. Toen ben ik naar Alphense Boys gegaan. En van Alphense Boys eigenlijk naar ADO. Ja, via ADO eigenlijk vorig seizoen dan bij FC Eindhoven in de keukenkampioen-divisie. Ja, klopt. En hoe beviel het voetballen in de keukenkampioen-divisie? Ja, het was top om jezelf te kunnen laten zien op dat niveau. En dat eigenlijk. Ja, dan wil je heel graag verder en dan duurt het helaas heel lang voordat je een nieuwe club gevonden hebt. Is dat moeilijk? Ja, op sommige momenten is het wel frustrerend hoor en ook lastig om je hoofd hier erbij te houden. Maar het wordt wel beloond dat ik nu hier mag staan. Ja, en hoe blijf je dan fit in zo'n periode? Ik heb wel geluk gehad dat ik wel met veel teams mee heb kunnen trainen. Dus dat ik wel het voetbal eigenlijk zelf gedaan heb. En niet dat ik één op één met een personal trainer alleen maar aan het trainen was. Dus dat heeft me ook wel een stuk fitter gehouden. Ja, vandaag stond je voor het eerst bij Excelsior op het trainingsveld. Viel het mee, viel het tegen? Nou, vandaag viel het wel zwaar. Want die medische keuring heeft wel ingehakt bij mijn benen. Dus dat was wel even pittig. Maar het was leuk. Kun je vertellen wat voor soort speler jij bent? Een spits die veel in de diepte wil lopen. Veel in de 16 aanwezig is en het liefst daar de bal ook heeft. Maar die ook als aanspeelpunt ingespeeld kan worden. Wat is je eerste indruk van de groep van Excelsior? Je hebt neem ik aan de eerste weken ook gevolgd van de wedstrijden. Ja, het is een goede groep. Kwaliteit ligt hoog. En daarom doen ze het nu ook zo goed in de competitie. En gelukkig kende ik al een paar waar ik dan tegen gespeeld heb vroeger in de jeugd of waar ik meegespeeld heb. Dus dat is ook top. Ja, de grote vraag is natuurlijk, wanneer ben jij inzetbaar voor Excelsior? Ja, het staat mij ligt zo snel mogelijk. Maar dat hangt ook af van hoe snel je wedstrijdfit bent. Ja, dat ook zeker.